naar Belgium. Belgium. En Lions. De Belgen hebben hun eigen België-house, vlakbij het hockeypark. Daar ontvangt de Belgische Hockeybond zo'n 700 gasten. Het zijn allemaal bedrijven eigenlijk, eerst en vooral die partner zijn van de Hockeybond, Belgische Hockeybond. En andere bedrijven die uiteraard mee wilden vieren, of hopen in elk geval te vieren op het einde van de dag na de wedstrijden. Voor België is het een bijzondere hockeydag. Zowel de dames als de heren spelen tegen Australië. Spijtig genoeg hebben de dames een nederlaag 3-2 verloren tegen Australië. Maar we gaan ervan uit dat de Belgen, de mannen, iets beter zullen doen tegen Australië. Alexandre is zelf oud-international. Hij speelde meer dan 200 wedstrijden voor het nationale team. Hij is onder de indruk van de huidige Belgische selecties. Wat de spelers vandaag allemaal doen om op dat niveau te geraken, vind ik zelf indrukwekkend. En ik vind dat ze vandaag, waar dat ze nu staan, vijfde ter wereld, ik denk dat er nog een stap hoger kan met die spelers. Na de Bourgondische lunch gaat de groep naar het stadion om de wedstrijd te bekijken. Helaas voor België stonden ze binnen 5 minuten al 1-0 achter. Toch houden de fans de moed erin. Het gaat nog even niet zo lekker, hè? Binnenkort zal het perfect zijn. Nog een beetje warm. Het is nu nog voor de Belgen de opwarming. Binnen 5 minuten is de opwarming gedaan en dan zal het perfect zijn. Jullie staan nu 1-0 achter. Hoeveel wordt het? 1-3, volgens mij. Voor België. Ja, natuurlijk. We gaan winnen. Maar jullie staan op dit moment achter. Alsjeblieft? Jullie staan op dit moment achter. Ja, maar we gaan het beter doen en we gaan winnen. Wat wordt de einduitslag volgens jou? 3-1. 1-3. 1-3 vandaag. De 1 is op dit moment al goed. De 3 moet nog komen. Kijk maar goed. Uiteindelijk werd het ook 3-1, maar niet voor België.